zijn bij Boerke Verschuren. Wij organiseren hier elke twee maanden onze after sales borrel. We nodigen klanten uit en het is geen enkele verplichting. Het is puur netwerken met branchegenoten. We zijn vorig jaar in maart gestart met After Sales Magazine. En toen hebben we de kick-off hier achter in de zaal gedaan. Nou, dat was zo'n succes dat we daarop hebben besloten om dat elke twee maanden te gaan doen. En ja, zoals je ziet, er zit 125 man binnen. Het zijn voornamelijk onze adverteerders, toeleveranciers aan de branche. Dan moet je denken aan auto-onderdelen, fabrikanten en importeurs. Leveranciers van werkplaatsapparatuur, gereedschap, maar ook automatiseerders en grossiers zelf. Druk, gezellig, goed eten. En aan al die mensen toch hier even persoonlijk tegenkomen, maakt in ieder geval contact toch weer een stukje makkelijker. Ik kom zelfs mensen van vroeger tegen uit een andere branche. En ze verrassen dat ik die hier weer tegenkom. Die zitten ook weer in dezelfde branche. Ik vind dat geweldig lekkere uitensoep. Je ziet dat er goed gesproken wordt over de markt en over de handel. En is leuk. Als je hier komt. En de entourage en de mensen, moet ik bij zeggen, dat is wel heel erg leuk. Mensen komen altijd af op fiasco's. Dat blijkt wel weer vanavond. Het is toch op een gegeven moment toch een begrip aan het worden in Automotive Land. En ja, dan moet je toch een compliment geven aan degene die het allemaal organiseren. En bij deze, complimenten. Het laatste van dit jaar, nummer 12, die komt volgende week dinsdag uit. En de mensen krijgen dat hier al uitgereikt. En niet alleen het magazine, maar ook het eerste deel van After Sales boek. Ja, we hebben een zogenaamde vliegende start gemaakt, dat mag je wel zeggen. Als je ziet hoeveel mensen hierop afkomen, dat zijn toch onze adverteerders. We hebben de nummer 1 positie inmiddels bereikt na anderhalf jaar. Dus we zijn marktleider.